Hallo allemaal, dag muziekvrienden. In tegenstelling tot de trompet is de saxofoon het meest epische instrument. Kijk ook naar de volledige video. Er is heel veel interessante informatie over de saxofoon. En op het einde zal ik ook een coole meme song spelen. De saxofoon is zo'n 200 jaar geleden uitgevonden door Adolf Sax. Adolf Sax woonde in Dinant. Dat was een Belg. Er bestaan heel wat saxofoons. Er is een hele familie, van groot naar klein. Zo heb je bijvoorbeeld de sopraansaxofoon, die hoger klinkt omdat die kleiner is. En er zijn zoiets als een tenor- en baritonsaxofoon, die veel groter zijn en die heel veel lager klinken. De saxofoon behoort tot de familie van de houtblazers, net zoals de klarinet, de fluit of de hobo. Maar de saxofoon is toch helemaal niet uit hout gemaakt? Nee, dat klopt. Maar hier onderaan zit een rietje. En dat rietje is meestal gemaakt uit hout. En daarom is het een houtblazer. Op de saxofoon zitten er verschillende kleppen. Door die verschillende kleppen in te drukken, maak je de buis van de saxofoon langer of korter. En daardoor krijg je een andere klank.